Een experiment, leren en samenwerken. Organigram, extremiteiten, nieuwsgierigheid. Experiment, avontuur, uitdaging. Echt, mensen, geslaagd. Vriesnest. Aan onze dienst is er gevraagd geweest eind november 2016 om te kijken naar de mogelijkheden om een tijdelijke invulling te kunnen geven aan dit gebouw, de voormalige piep van de stad Gent. En dus op zoek te gaan naar een tijdelijke beheerder en dan liefst met een maatschappelijke insteek. Het was een uniek gebouw, dit tijdelijk leegstaande bibliotheekgebouw, omdat het zo groot was. En dat was een nieuwe uitdaging voor de stad. En omdat we wilden dat dit gebouw ook echt heel veel verschillende initiatieven zou kunnen huisvesten, hebben we voor de eerste keer, denk ik, gewerkt met een grote oproep. Waarop dat we dan ook massaal veel interesse hebben gekregen. En er zijn 273 initiatieven die zich kandidaat gesteld hebben om iets te doen in deze ruimte. Eind januari 2017. Heeft Stad Gent een oproep gelanceerd om wie dat zin had voor een tijdelijke invulling een dossier in te dienen voor de BIEB. En toen heeft TimeMap een vijftal of een zestal vrijdagen en zaterdagen georganiseerd, waarbij dat iedereen die wil nadenken over wat kunnen we doen en kunnen we samen niet iets doen, om daar letterlijk aan tafel te zitten met elkaar. Eigenlijk denk ik dat de intentie voor ons vooral was om iets mogelijk te maken wat anders niet mogelijk zou zijn. En als wij ons daartoe konden lenen als organisatie in onze kennisexpertise en ook zelfs het juridische kader, dan vond ik dat een kans voor al die mensen die hier iets wilden komen doen, die dat niet op een eentje konden doen. Er was heel veel gebabbel, heel veel gediscussieer, maar ook heel veel energie om van deze opportuniteit iets te maken. Vandaag is het 17 maart en we staan hier voor het Stadhuis van Gent. We dienen vandaag ons projectvoorstel in voor de tijdelijke invulling van de Stadsbibliotheek. In de selectie was het zo dat wij zeer gecharmeerd waren door het model dat ze voorgesteld hadden. Het model dat een stuk het commercieel, maar ook wel onderzoekend en experimenterend is. En dat luikje sociaal, dat ontmoeten, dat culturele, dat zit hier allemaal samen. Dat is echt iets wat wij als stad interessant vinden. De breedte en ook de inhoud en de manier van werken, de manier hoe dat ze het beheer gaan opnemen, hoe dat ze de verantwoordelijkheid verdeeld hebben, hoe dat het financieel in elkaar zat, het klopte gewoon. We wisten pas, denk ik, 26 of 27 april dat we de tijdelijke invulling kregen en eigenlijk op 2 mei kregen we al de sleutel. Dus dat was eigenlijk een heel hectische periode. Het moment dat we hoorden dat we het hadden, was natuurlijk een feestmoment. En ook het moment dat je de sleutel krijgt en de badge van die deuren. En dat je hier in een leeg bibliotheekgebouw binnenkomt met allemaal mensen die er superveel goesting in hebben. Dat was gewoon super fijn. Dat was dan rock and roll in het begin. Ja, je gaat daar zo met je stommelkop gewoon voor. En je voelt iedereen wilt mee, alright, we gaan dat hier gewoon doen. En dat was magisch om dat te voelen, dat je dat samen deed ook. Dat is magisch. Ik denk dat iedereen die begin februari naar de eerste vergadering is gekomen en daarna die ook is bijgekomen, had, denk ik, het gemeenschappelijke dat ze iets tofs wilden doen met een uniek gebouw. Dat ze dat ook samen wilden doen met anderen. En dat ze ook het gebouw zoveel mogelijk wilden openstellen
dat het open was voor iedereen en dat zoveel mogelijk mensen van het oude verhaal van de BIEB nog altijd een nieuw verhaal van de BIEB mee konden beleven. Weet niets van hip-hop. Wat weet jij van Cool Herc of Grand Wizard Theodore? Afrika, Bambara en de Cold Crush 4. Weet je iets van Waasdaal of ken de Dougie Fresh? Zie je knikken van ja, ja, maar nee, toch niet echt. Wat weet jij van So Fly? Wat weet jij van Fly Low? Big Pun, Biggie, Big L, Big Day van De La Soul. Mix, ken de Kendrick Lamar? Nee, dan weet je er niets van, ik zeg het u maar. Jij weet niets van hip-hop. Nes maakt een verschil in het feit dat het een mengeling is van verschillende zaken die samenkomen en die op die manier wel een bepaalde kruisbestuiving veroorzaken. Het kan echt alle kanten op gaan. Hè? Dus je kunt hier eigenlijk... Het is iets creëren. Hè? Maar iets creëren kan een muzikaal project zijn. Je kunt een collectief hier beginnen, want je kunt hier netwerken. Maar je kunt ook een cursus of zo in elkaar boksen. Je kunt van alles doen. Het verschil in Nest is zeker en absoluut die verscheidenheid die hier samen zit. En de mogelijkheden van die tussenruimtes op te vullen, die ontmoeting. Dat zijn dingen die je anders nooit zou samenzetten. Als je het zo zou bedenken op papier of zo. De evolutie die ik zie binnen Nest is dat we er als een grote groep enthousiastelingen aan begonnen zijn. Dat iedereen zijn plekje heeft gevonden in het gebouw en dat op elk eiland heel veel interessante dingen gebeuren en dat het geheel soms een uitdaging is. En er is niet echt een baas in Nest, hè. Dus dat is wel een boeiende tocht. Jij weet niets van hip-hop! Ik heb daar wel boeken over. Nee, echt niets. Nest is zeker meer dan gewoon een job. Dus ik zit hier voor een groot deel van mijn leven, van mijn huidig leven. Het is een kindje dat je gemaakt hebt met verschillende mensen. Ik ben zeer tevreden over het project. Ik vind ook de mengeling en de combinatie heel tof. Van gaande van theater naar yoga-sessies, naar bureau. Ik vind dat heel tof en dat geeft een positieve vibe. Niet alleen aan het gebouw, maar ook aan uw stad. Hoeveel mensen er hier geweest zijn. Hoeveel events dat er hier doorgegaan zijn. Hoeveel mensen hier als startend ondernemer geworden zijn. Nieuwe samenwerkingen hebben nagegaan. Het is gigantisch. Dankzij deze kans zijn er een aantal dingen automatisch op je afgekomen. En soms is dat een rollercoaster. Dan zijn er met van alles bezig. Maar op een bepaald moment ben je die focus terug. En dan besef je van oké, dat is waar ik hier goed in ben. En dat is waar ik nu het verschil in maak. Dus heel blij. Ik ben ook super blij met verschillende mensen die ik heb leren kennen hier. Er zijn heel veel organisaties komen bovendrijven die ik eigenlijk nog niet kende. En die ik nu heb leren kennen binnen dit gebouw. En dat vind ik een grote meerwaarde voor de komende jaren, denk ik. Dit netwerk dat hier ontstaan is. Ik vind het leuk om te zien dat de bibliotheek, die een gemeenschapsplek was en een ontmoetingsplek was op een zeer centrale plek in de stad, is het eveneens een ontmoetingsplek. Het is ook een plek die echt leeft, heb ik het gevoel. Iedereen wil dat zien, iedereen wil komen bezoeken, iedereen wil hier wel eens geweest zijn. Dus ik vind dat ze daar fantastisch in geslaagd zijn. Ik zou eigenlijk groetjes willen doen aan mijn mama, maar dat is voor een ander iets, denk ik. Het is oké. Nee, ik kan niks meer zeggen. Je mocht dat ervan knippen, hè, de laatste. Dank u. Ja. Dat is Gillian. Gillian moet dat ervan knippen. Ja, ik ken hem, hè. Ja, sowieso. Ja.